hoe ziet jouw trainingsseizoen eruit naar aanloop van het WK? Trainingsseizoen, maar ook de wedstrijden? Nou, eigenlijk niet anders dan anders. We werken gewoon naar het WK toe als elk jaar naar het WK toe werken. We hebben nog een aantal wereldbekers, 3. Ze zijn allemaal in Europa, dus dat is lekker dichtbij. Dus we kunnen mooi in Europa blijven. Dus ja, we gaan eerst naar de wereldbekers toe en zo werken we naar het WK toe eigenlijk. En omdat het allemaal in Europa is, gaat dan je hele fanclub, familie, vrienden, gaan die allemaal mee? Nou ja, ze komen sowieso in Papendal kijken allemaal en alle vriendinnen ook, net als alle andere jaren. Het is hartstikke leuk en alle familie zijn er ook tot nu toe nog geweest, elk jaar. De andere wedstrijden, mijn ouders misschien, maar verder misschien een uitzondering een keer wat familie mee. Maar ik denk niet dat ze allemaal af gaan reizen naar Manchester en Berlijn. Maar het is leuk als ze er allemaal bij kunnen zijn in Papendal. Wat zijn jouw verwachtingen voor de Supercross en voor het WK? Verwacht je een podiumplek? Ja, ik hoop eigenlijk op allebei een podium te behalen. Afgelopen jaar lag ik op podiumkoers in Papendal, maar toen ging het mis op het laatste stuk. Toen werd ik nog een keer bijna van mijn fiets afgereden, tweede keer van het rondje. Dus dat was een beetje jammer, anders had ik daar al podium kunnen rijden. Maar ik hoop nou dat ik dit jaar allebei podium mag rijden, dus in Papendal en in Rotterdam hier.